Goedemorgen, gemeente Hermon. Fijn dat we er allemaal zijn bij deze eredienst om onze Heere groot te maken. Weet dat u niet bent vrijgekocht met vergankelijke dingen zoals goud en zilver, maar met het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus. Wij danken u. Dank u voor deze geweldige dienst. U ook thuis. Halleluja. Wie is hier klaar om Jezus te verhogen in deze plaats? Wie is hier klaar om Jezus te verhogen in deze plaats? Ik tel tot drie en ik wil gejuich horen in deze zaal. 1, 2, 3. Halleluja. Oh. Is alles mogelijk? Is alles mogelijk? Want in u ontvang ik kracht. Niets is meer onmogelijk. U Heer opent alle ogen. Jurken zijn verbroken. Heer, ik leef zorgenloos. Niets is meer onmogelijk. Hey. Ik leef niet meer naar wat ik voel. Kom binnen, weet ik dat u bent. Ik weet nu dat alles kan in u. Met u is alles mogelijk. Is alles mogelijk. Wat u nu ontvang ik kracht. Niets is meer onmogelijk. U Heer opent alle ogen. Jurken zijn verbroken. Heer, ik leef door geloof. Niets is meer onmogelijk. Want in u ontvang ik kracht. Niets is meer onmogelijk. U Heer opent alle ogen. Jurken zijn verbroken. Heer, ik leef door geloof. Niets is meer onmogelijk. Met u is alles mogelijk. Is alles mogelijk. Want in u ontvang ik. Niets is meer onmogelijk. U Heer opent alle ogen. Jurken zijn gebroken. Heer, ik leef door geloof. Niets is meer onmogelijk. Niets is meer onmogelijk. Amen. Ik geloof in u. Ik geloof in u.
ik geloof. Ik geloof, ik geloof in u. Ik geloof, ik geloof. 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 Ik geloof in u. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof in u. Met u is alles mogelijk. Is alles mogelijk. Want in u ontvang ik kracht. Niets is meer onmogelijk. U Heer opent alle ogen. Jurken zijn gebroken. En ik weet door geloof. Niets is meer onmogelijk. Ik geloof, ik geloof. Ja, ik geloof, ik geloof in u. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof. Jezus, amen! Geef even een high five aan uw broeder of zussen en zeg, alles is mogelijk in hem. Praise God.
Is goed. Onze God is prachtig. Hij is groot. Amen. Zeg even de persoon, tegen de persoon naast u, achter u, voor u. Maakt niet uit waar. Zeg ze even. Mijn God is een goede God. Mijn God is een grote God. En voor mijn God is niets onmogelijk. Amen. Amen. Prijs God, voor onze God is niets onmogelijk. Amen. Amen. Zijn naam, de naam van Jezus, is ver verheven boven alle andere namen. Het is zo bijzonder. En ik denk, vaak staan we niet stil bij hoe groot onze God is. En we staan er niet vaak, ik persoonlijk sta er vaak niet lang genoeg bij stil hoe groot werkelijk mijn God is. En het is gewoon zelf niet te bevatten voor mijn kleine menselijke brein. Maar onze God is zoveel groter dan alles wat wij ooit zullen meemaken en ooit zullen tegenkomen. Amen. Dus het maakt niet uit wat wij meemaken, wat wij tegenkomen. Mijn God is groter. Uw God is groter. De naam van Jezus is hoger dan elke andere naam. Maakt niet uit welke naam deze wereld kan geven, maar de naam van Jezus is hoger. Vader, wij danken u wel, Heer, voor deze ochtend, Heer. Wij proclameren de naam van Jezus, Heer. Nog eens, Heer. Vader, in deze ruimte. Wij willen uw naam uitspreken, Vader, Heer. Uw naam uitspreken over deze stad in Jezus' machtige naam.
We spreken de naam van Jezus uit over deze wijk in Jezus' machtige naam. We spreken de naam van Jezus uit over elke dakloze varen hier in Eindhoven die rondlopen hier in de naam van Jezus, Heer. We spreken uw naam uit, varen, Heer. Over de mensen die gebukt gaan, Heer, varen, Heer, onder ziekte. We spreken de naam van Jezus uit, varen, Heer. Voor de mensen die geboeid en geketend zijn, varen, Heer, aan verslavingen. We spreken de naam van Jezus uit, Heer, over de mensen die depressief zijn, heren. In Jezus' naam, varen, dat er herstel mag komen, varen, heren. Ik spreek de naam van Jezus uit, heren, over deze stad, heren. Over deze omgeving, heren. Ik spreek de naam van Jezus uit, heren, over deze kerk, heren. We spreken de naam van Jezus uit, heren, over onze gezinnen, heren. Over onze families, heren, varen. In de naam van Jezus, heren. Ik spreek de naam van Jezus, heren, over mijn broeders en zusters, heren, varen. In deze gemeente, heren, varen, heren. In andere gemeentes, varen, heren. Onder het bloed van Christus in Jezus' machtige naam zal de vijand, Heer, ons niet kunnen aanraken in de naam van Jezus, varen, Heer. We spreken de naam van Jezus, Heer, over onze straten, Heer, waarin wij wonen, Heer, in Jezus' machtige naam, zodat uw heerlijkheid mag neerdalen, gevoeld mag worden, Heer, uw geest geproefd mag worden, varen, Heer, door de straten heen. Wij spreken de naam van Jezus, Heer, deze ochtend. Laat in ieder van ons de naam van Jezus uitspreken in deze ruimte. Op dit moment, Jezus, 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 Jezus over onze lichamen, Jezus over elke ziekte, Jezus over depressie, Jezus in deze ruimte, Vader, wij spreken uw naam. In de naam van Jezus zal elke andere geest moeten wijken. In de naam van Jezus, Heer, is er verlossing. In de naam van Jezus is er vrijheid, Heer Vader. Wij danken u wel, Heer. U bent een goede God, Heer. Halleluja. Start to pray, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Yes. Yes, I just want to speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Yes, it is. Your name is life.
in the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Show Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, show Jesus. Show Jesus, show Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. The name of Jesus. Shout the name of Jesus. We want to speak the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Power.
Your name is power. Your name is healing. Your name is life, Lord. Oh, break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows and burn like a fire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Burn like a fire within us. Burn like a fire within us. There is no other name than the name of Jesus. You are great. Yes, it is. Your name is life. Declare it right now. Break every. Shine through the shadows, burn like a fire. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Father, your name is leven. Your name is kracht. Uw naam heeft niet alleen kracht. Uw naam is kracht, Heer. Uw naam is groot. En deze ochtend, Vader, Heer, wij danken u wel, Heer. Dat wij zo vrij gebruik kunnen maken van uw naam, Heer. Dank u voor elke ketting die op dit moment gebroken is onder uw naam, onder de naam van Jezus, Heer. Dank u wel voor elke persoon die u op dit moment heeft vrijgezet in de naam van Jezus, Vader. Dank u wel, Heer, Vader. Niet langer hoeven wij gebukt te gaan, Heer, onder schaamte. Niet langer hoeven wij gebukt te gaan, Heer, Vader, Heer, onder het gewicht, Vader. Maar er is verlossing, Heer. Er is vrijheid, Heer, in uw machtige naam. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Vond u bevrijd en geef leven. En elke stomp verstreekt door de klank van uw stem. En alles buigt voor koning. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. En elke vijand kleurt, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar en ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Deze zoveel. Halleluja. De duisternis ligt op de loer, til duivel is.
u verslagen. En dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Hey! Jezus, ik zal de schepping kniel, de schepping kniel. In dit zijn zal de hemel juist, de hemel juist. Hey! Van onze koning en de machten van de hel weten wie. Boven alle namen, geen naam hoger dan uw naam. Naam boven alle namen, naam boven alle namen, naam boven alle namen, naam boven alle namen. Voor eeuwig is uw heerschappij. Ligt in uw grote naam, Jezus.
is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwint naar. Zie nog een keer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ongeëvenaarde kracht. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. En nu ben Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. Halleluja. Laten we allemaal een machtig applaus geven voor ons koning Jezus. Amen. Halleluja, hij is goed. Hij is zo geweldig goed. Geloven jullie dat allemaal? Halleluja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, zuster Carol. Ik zie u. Shalom, hier verschijnen op het scherm. Goedemorgen. Halleluja. Wat is het toch fijn om in de aanwezigheid van de Heer te zijn. Amen. Halleluja. Het is zo belangrijk om in de aanwezigheid van de Heer te zijn. En voordat we verder gaan, ik wil in ieder geval alle zondagsschoolkinderen, willen jullie even opstaan? Wauw. De zondagsschoolkinderen mogen even opstaan. Ik zie ineens een heleboel vrouwen opstaan. Halleluja. Wij zijn natuurlijk allemaal kinderen van God, hè? Laten we dat voorop stellen. Halleluja, zo geweldig. Halleluja. Jullie mogen naar de lokalen gaan. Ik wil zegen over jullie uitspreken. Dat jullie geweldige dingen vandaag mogen ontvangen in Jezus' naam. Wees gezegend. Wat is toch mooi om zo'n grote generatie te zien, amen? Zo wonderbaarlijk. Halleluja. Zo, kijk, zoveel geweldige kinderen. Wat prachtig om te zien. Halleluja, maar zoals ik al zei, we zijn allemaal kinderen van God, amen? En dat verandert nooit. Halleluja. Zo, God is goed. God is goed. Voor de mensen die vandaag voor het eerst live mee aan het kijken zijn, of voor het eerst hier aanwezig zijn, mijn naam is Pastor Isaac. Ik word ook wel Pastor Isaac genoemd hier binnen de gemeente. En ik wil jullie allemaal van harte welkom heten thuis. Welkom thuis. Dit is jullie thuis. Dit is ook mijn huis. Dit is gezamenlijk ons huis. Amen. En dat maakt het zo geweldig. En wie van jullie heeft de overpeinzingen gezien die Pastora op de regio-app heeft gezet? Niemand? Ik zie twee handen, wauw. Ik zie letterlijk twee handen. Heeft niemand anders die overpeinzingen gezien? Nee? Oké. Okay. Maakt niet uit. Wie van jullie heeft de summit gezien afgelopen vrijdag? Ook maar een aantal mensen. Niet zo heel veel. Wauw, oké. Okay. Ik wil jullie in ieder geval bemoedigen om daar een uiteraard deel te blijven nemen. Er worden wonderbaarlijke boodschappen gebracht door de Heilige Geest. Dus ik wil iedereen in ieder geval bemoedigen om daaraan te participeren. Ik wil deze ochtend even starten met een vers. Ik had al gevraagd of de vertalers hem ook klaar konden zetten en ook de mensen achter Biemer. En ik wil graag met jullie gaan openen Nehemia 6. En dan wil ik even lezen vanaf vers 1 tot en met 4. En ik zal lezen vanuit de basisbijbel, ook voor de mensen die Engels sprekend zijn of niet Nederlands sprekend zijn. Jullie kunnen de vertaling hier aan de zijkant van de schermen volgen. En ik wil graag met jullie in ieder geval dit hoofdstuk even gaan behandelen. En om te starten dus Nehemia 6. En ik wil graag starten vanaf vers 1. Hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Ik zie dat ze nog bezig zijn, maar ik zal vast beginnen met lezen. Ik geloof dat het zo wel op het scherm zou gaan verschijnen. Zo, Nehemia 6, vers 1 vanuit de basisbijbelvertaling. Sanballat, Tobia de Arabier, Gesem en de rest van onze vijanden
hoorden dat ik de muur had herbouwd. Er waren nergens meer gaten, maar ik had nog geen deuren in de poort kunnen zetten. Toen stuurden ze mij de boodschap, we nodigen u uit voor een bijeenkomst in een van de dorpen in het Onderdal. Maar ze waren van plan mij te vermoorden. Daarom stuurde ik boodschappers naar hen toe met het volgende antwoord. Ik heb heel veel werk te doen en ik kan niet komen, want als ik naar u toe kom, blijft het werk hier stil liggen. Ze stuurden me wel 4 keer zo'n boodschap en elke keer gaf ik hun hetzelfde antwoord. Vers 4. Amen. Dus even om een korte samenvatting te geven. Wat gebeurt hier nou? Wat we hier dus kunnen zien is dat Nehemia, hij had een verlangen. Hij had een diep verlangen om de muren van Jeruzalem opnieuw te gaan bouwen. Wie van jullie wil de kerk, het koninkrijk van God hier op aarde bouwen? Wie van jullie wil dat vertegenwoordigen? Amen. Gezegend zijn de mensen die hun handen opsteken. Ook de mensen die hun handen niet opsteken. Ik geloof dat jullie een andere denkwijze zullen ontvangen hierna. Maar inderdaad, zo belangrijk om het koninkrijk van God te blijven bouwen. En Nehemia had zo'n diep verlangen om dat te doen, om dat te bewerkstelligen. En daarom had hij zijn koning gesmeekt om toestemming om te kunnen gaan. En de koning gaf hem alles mee, zodat hij, zodat een dienaar van God zijn verlangen kon uitkomen. Dus dit gebeurde. Maar de vijand komt om te stelen en te... Oké, ik hoor verschillende bijbelvertalingen door elkaar. Dat is helemaal prima. Het gaat om dat jullie de inhoud kennen aan ben. Dus de vijand die komt inderdaad om te stelen, te roven en te vernietigen. En hij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het koninkrijk van God op aarde nooit gevestigd zal worden. En daarom zien we ook hier in deze verse. Dus toen Sanballat, een van de vijanden van Israël in die tijd, te horen kregen dat Nehemia bezig was met de bouw van de muren, stuurde hij elke keer boodschappers. Boodschappers om ervoor te zorgen dat de koninkrijk van God nooit af zou raken. Dat de muren nooit herbouwd zouden worden. Maar wat mij hierin aansprak is, elke keer op het moment dat zij kwamen, elke keer als ze kwamen, vers 4, ze stuurden me wel 4 keer zo'n boodschap. Maar elke keer gaf ik hun hetzelfde antwoord. Elke keer gaf ik hun hetzelfde antwoord. En dat betekent dat Nehemia, hij was standvastig. Elke keer als de vijand hem probeerde te misleiden, elke keer als de vijand iets probeerde te planten in zijn gedachten, om ervoor te zorgen dat de muur nooit klaar zou zijn, kwam hij met hetzelfde antwoord. Nee, ik trap er niet in. Nee, ik ga niet in jouw leugens vallen. Nee, ik ga ervoor zorgen dat ik standvastig blijf in de Heer. Want mijn God is groot, mijn God is goed. En Nehemia had telkens ditzelfde standvastig antwoord. Telkens opnieuw en opnieuw. En wat gebeurde er toen, broeders en zusters? Ik wil even gaan naar vers 10 tot en met 12. Zelfde hoofdstuk, Nehemia 6. Op dat moment, Semaia, de zoon van Delaja, die een zoon was van Metabeel, was niet op het werk gekomen, want hun waren allemaal samen om de muur te gaan afmaken. Hij had zich in zijn huis opgesloten. En toen ik hem thuis opzocht, zei hij, laten we samen de heilige kamer van de tempel invluchten en de deuren dicht doen, want ze willen op een nacht komen om je te doden. Maar ik zei, zou iemand als ik vluchten? En hoe zou ik de tempel binnen kunnen gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Want ik merkte duidelijk dat God hem dit niet had gezegd. Tobia en Sanballat hadden hem omgekocht om mij bang te maken. En daarom zei hij dit. Terug naar vers 10. Dus, wat zien we hier? Semaia, de zoon van Delaja. Hij was een zoon van Metabeel. En hij was niet op het werk gekomen. En hij zei, laten we samen de heilige kamer van de tempel invluchten en de deuren dicht doen. Want ze willen op een nacht komen om je te doden. We hebben het hier over Semaia, zoon van Delaja. Iemand die binnen het koninkrijk van Jeruzalem was. Iemand die gekozen was om te helpen aan de bouw van de muur. Maar deze persoon, die werd omgekocht. Omgekocht als we lezen. Want als we kijken naar vers 12... Want Nehemia zei, ik merkte duidelijk dat God hem dit niet gezegd had. En Tobia en Sanballat hadden hem omgekocht om mij bang te maken. En daarom zei hij dit. Broeders en zusters, wanneer wij niet waakzaam zijn, zal de duivel zelfs proberen om onze naaste tegen ons te keren.
Hij zal proberen door allerlei misleidingen, leugens, ons proberen te pakken door onze naasten, door de mensen om ons heen. En daarom is het zo belangrijk om over elkaar te waken. Omdat wanneer wij niet scherp zijn, zal de duivel erin slagen. Erin slagen om iemand binnen het koninkrijk van de Heren, als het ware, te pakken, te grijpen. En daarin verdeeldheid te zaaien, zodat wij de muur niet afkregen. Kijk, dit is symbolisch. Want wat we hier kunnen zien, is dat het enige wat Nehemia op zijn hart had, was om de muur opnieuw te gaan herbouwen. De muur van het koninkrijk. De muur. Maar de vijand wil dat wij de muur niet afkrijgen. Want hij weet dat zodra de muur helemaal dicht is, dan weet hij dat hij geen manier heeft om binnen te komen. Dan weet hij dat. Ik wil verder gaan naar Nehemia hoofdstuk 7 vers 3 en 4. En hier wil ik mee afsluiten. En hij zegt, ik zei tegen hen, de poorten van Jeruzalem mogen pas geopend worden als de zon heet wordt. En de poortwachters moeten op wacht blijven staan totdat ze de deuren weer sluiten. En jullie moeten controleren of ze de grendels erop gedaan hebben. Ook moeten er overal wachtposten neergezet worden. Want ze moeten in Jeruzalem wonen. Elke wachtpost moet het stuk muur tegenover zijn huis bewaken. Even, laten we even stilstaan bij vers 3. Dus Nehemia zei hier, de poorten van Jeruzalem mogen pas geopend worden als de zon heet wordt. De poortwachters moeten op hun wacht blijven staan totdat ze de deur weer sluiten. En jullie moeten controleren of ze de grendels erop gedaan. En ook moeten er overal wachtposten neergezet worden. En die mensen moeten in Jeruzalem wonen. Het is belangrijk om in het koninkrijk van God te wonen, broers en zusters. En om binnen de muren te zijn. De vijand zal er alles aan proberen om u buiten die muur te krijgen, zodat hij grip heeft over u. Maar wij mogen dat niet toelaten. Wij moeten dat blokkeren. Wij moeten nee zeggen tegenover de vijand. En standvastig blijven in ons antwoord. Nee, ik kan niet. Want ik moet het werk van de Heer afmaken. Ik moet de muur gaan herbouwen. Dus wij mogen geen enkel, wij mogen niet struikelen over de leugens van de vijand die probeert om ons buiten die muur te krijgen. En wij moeten er ook voor zorgen dat er niks binnen die muren komt wat niet van de Heer is. En daarom zei Nehemia ook, jullie moeten controleren of de grendels er goed op zijn gedaan. Er moeten overal wachtposten neergezet worden. Want we moeten voorkomen dat er niemand buiten de muur gaat, wie nou binnen de muur is. En we moeten er samen voor zorgen dat er ook niemand van buiten binnen deze muren komt. En dat, daarvoor zijn wij geroepen. Daarvoor zijn wij geroepen. Dus het is belangrijk om standvastig te zijn in ons antwoord, in ons geloof, vastberaden te zijn, vasthoudend in ons geloof, dat wij niks toelaten en zelf niet omgekocht kunnen worden. Weet u dat op het moment dat u van plan was om, om in de ochtend te gaan bidden, wanneer u van plan was om iets te doen voor de regio en de vijand, die brengt u in misleiding door maar iets anders te gaan doen. Het zij afspreken met andere mensen, het zij dit of dat, het kan van alles zijn. Misschien kijkt u uw favoriete serie op Netflix. Op het moment dat u niet gehoorzaam bent aan de Heere, dan bent u dus eigenlijk al omgekocht door de vijand. En zijn wij corrupt. Maar wij moeten deze corruptie moeten wij van ons af weten te slaan. Wij moeten radicaal zijn in ons geloof en wij moeten standvastig zijn in ons geloof. Dus als de Heer zegt, neem de tijd om te bidden, bid. Op het moment dat de Heer zegt, waak over jouw waakpost, waak over jouw wachtpost. Doe dat, zodat niks van binnen naar buiten kan gaan en niks van buiten naar binnen kan gaan. En dat is het woord van God. Ik wil eindigen met vers 4, dit is belangrijk. Dit heb ik afgelopen vrijdag niet gedeeld. Dus ik wil iedereen vragen om echt aandachtig te kijken naar deze vers. Deze openbaring heb ik vanochtend pas ontvangen. Vers 4 zegt, de stad was ruim en groot. Maar er woonden nog maar weinig mensen, want er waren nog geen huizen herbouwd. Op het moment dat wij het koninkrijk willen vullen met nieuwe zielen en mensen, is het belangrijk dat wij huizen gaan bouwen. Wij kunnen geen mensen binnenhalen in Gods koninkrijk op het moment dat wij niet bezig zijn met de bouw van het huis. En dat is wat het woord van God zegt. Er woonden nog maar weinig mensen, want er waren nog geen huizen herbouwd. Ik wil u vandaag oproepen om
Alles wat de vijand heeft kapot gemaakt, alles wat hij van ons heeft geroofd, dat wij vanaf vandaag opnieuw op gaan staan om al deze huizen her te bouwen, te vernieuwen. Dat we ze gaan bemannen met een wachtpost. En dat we de vijand geen enkel ruimte meer geven om te opereren binnen onze muren. Dat is belangrijk, broeders en zusters. Als u alles zegt van yes, ik wil bouwen aan het huis. Ik wil het koninkrijk van God laten vestigen op deze aarde. Is het belangrijk dat u gericht bent en op de focus op de bouw van huizen. Waar moeten die nieuwe mensen die uit uw regio komen anders gaan wonen? Wij moeten ervoor zorgen dat de stad die aan ons is toevertrouwd genoeg huizen bevat. En nu weet ik dat er een enorme huizentekort is hier in Eindhoven en verschillende plekken. Maar dat is juist het signaal voor ons om een geestelijke huis te gaan bouwen. Amen. En dat is het woord van God. En dat is ook de boodschap waarmee ik vandaag het avondmaal met u wil gaan doen. Ik weet dat ik ruim over tijd ben. Maar met die boodschap wil ik ook het avondmaal met u gaan doen. Want het is belangrijk dat alles wat de vijand van ons heeft afgenomen, het is ontkrachtigd door dit wat ik hier in mijn hand heb. Namelijk het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus heeft ons vrijgekocht van de zonde. Het bloed van Jezus heeft ons vrijgezet van elke tekortkoming, van elke belemmering waardoor wij niet bij de Heer kunnen komen. Zijn bloed en zijn lichaam. En vandaag gaan wij alles terugnemen wat de vijand heeft geprobeerd om te doen. Elke manier waarop hij ons in het verleden heeft omgekocht om niet bezig te zijn met de bouw van huizen en met de muren van de gemeente. Dat we die tijd terugpakken. Dat wij alles ontkrachtigen met het bloed van Jezus. Want het bloed van Jezus maakt ons vrij. Het is het bloed van Jezus waardoor wij hier vandaag kunnen zijn. En vandaar dat ik ook begon vandaag met de vraag is: wie van jullie heeft de overpeinzingen gezien? Ik wil u echt vragen, broeders en zusters. Ik wil u vragen om die overpeinzingen echt door te nemen. Om dit samen te proclameren. Ik wil jullie alle vragen om op dit moment te gaan staan met mij. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En ik wil u vragen om dit samen met mij uit te spreken. Deze 5 proclamaties. Door het bloed van Jezus verklaren we verlossing voor gemeente Hermon. Gemeente Hermon is gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Gemeente Hermon is geheiligd door het bloed van Jezus. Gemeente Hermon is vergeven door het bloed van Jezus. En gemeente Hermon is genezen door het bloed van Jezus. Laten we allemaal onze avondmaal richten richting de hemel. Vader, in de naam van Jezus, ik dank u voor de proclamatie die wij gezamenlijk hebben gedaan als gemeente. Wij danken u wel, Heer Vader, voor het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus wat ons heeft genezen, wat ons heeft vrijgekocht. En in de naam van Jezus. En vandaag spreek ik tot jou, Satan. Jij hebt geen macht over ons. Want wij zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. Alles wat jij hebt gedaan om te opereren binnen deze gemeente, het zal falen in de naam van Jezus. Want onze muren zijn vandaag af. Zijn dicht. En wij zullen gericht zijn op de bouw van huizen. Huizen, zodat wij vele zielen mogen ontvangen in het koninkrijk van God. Wij zullen onze wachtpost bemannen om ervoor te zorgen dat er niemand van binnen het koninkrijk weer teruggaat naar buiten. En wij zorgen ervoor dat niks van buiten, geen enkele aanklacht, macht, leugen naar binnen zou komen. Geen vloek in de naam van Jezus. Wij danken u wel voor het bloed van Jezus wat volmaakt is. Wat alles volbracht heeft gemaakt. En wij danken u wel voor het avondmaal van vandaag. Zo willen wij het avondmaal nemen in Jezus' machtige naam. Als zegevieren voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wij danken u wel. Wij vragen uw Heilige Geest om de leiding. Zodat wij dit kunnen voortzetten. En gericht mogen zijn op de bouw van huizen. Dank u wel, Heer, voor uw waakzaamheid. Maak ons gevoelig voor uw stem. U komt alle eer en glorie toe. In Jezus' machtige naam. Amen. Laten we het avondmaal nemen.
Halleluja. Ik wil jullie allemaal een hele gezegende dienst verder wensen. We gaan nu over op het offerwoord. En ik wil jullie alle zeggen, God zegen. Laten wij echt dit gezamenlijk doen. Eendrachtig blijven. Waakzaam zijn. En standvastig zijn. Door altijd hetzelfde antwoord opnieuw te geven aan de vijand. Want hij zal het blijven proberen. Maar wij weten beter. Amen. Halleluja. God zegen. Dankjewel. Goedemorgen en shalom. Zijn jullie verblijd? Weet u dat er echt kracht zit in het bloed van Jezus? En dat wij dat elke keer mogen proclameren naar de hemelse gewesten. Want wij vechten niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten van de hemelse gewesten. Ik heb vandaag de eer om het offerwoord met jullie te delen. En ik wil starten met ons met de Bijbelvers. Dat is uit 2 Korintiërs 9, vers 10. God die zaad geeft om te zaaien en brood te eten, zal ook uw zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. Wie wil een rijke oogst hebben? Iedereen wil dat. Maar het principe van zaaien en oosten is, of eerst van oosten moet je eerst zaaien voordat je oost. Ik kan dit wel in een praktische situatie terugbrengen, in mijn eigen ervaring. Vorig jaar had ik mij ingeschreven in november, had ik mij ingeschreven voor een volkstuin. En ik kreeg 3 weken geleden had ik een bericht ontvangen dat ik er eentje toegewezen kreeg. Dus ik heb nu een volkstuintje. En toen ik daar, en mijn personeelnummer heet D03. En als je het cijfertje 3 omkeert, is het een E. Dus mijn personeelnummer heet Doe. Dus, en het is ook letter Doe, want ik moet vanaf nul beginnen. Er staat geen huisje en ik moet echt ploegen en noem maar op. Maar dankzij de vrijgevigheid van lieve mensen heb ik nu tuingereedschap. En ik heb zelf zaad gekregen om te zaaien. En waarom ik dit zeg, van als ik niks mee doe met de tuingereedschap en de zaad, dan gebeurt er ook niks. En ik ben God dankbaar dat hij voorziet in alles wat hij ons geeft. Maar wij hebben ook iets om ermee te doen, wat wij krijgen van hem. En daarmee is wat ik mezelf en jullie allen willen bemoedigen. Laten we blijven zaaien en blijven werken aan, zodat wij wat God ons gegeven heeft, dat er een rijke oogst opbrengt, zodat wij kunnen delen en zijn naam groot kunnen maken. Amen. U kunt uw offers geven door middel van de envelop die hier op de stoelen zijn. En dan kunt u dat na de dienst in de offerbox plaatsen. En ook via de QR-code die nu gepresenteerd staat. Dus wees u gezegend. En ik wil even een gebed uitspreken om God te danken voor het zaad die hij aan ons iedereen geeft. Amen. Laten we samen opstaan. Vader, ik wil u danken voor uw zegeningen die u ons hebt gegeven, Heer. Heer, is meer dan wat wij ons ooit kunnen beseffen, Vader, Heer. Zoals ook van mijn voorbeeld, Heer. Ik had nooit gedacht dat ik, Vader, bij het inschrijven al zo snel iets van u zou mogen krijgen om te bewerken, Vader. Maar Heer, ik ben u dankbaar voor ook voor alles wat u ons zelf wat u mij voorziet. Maar ik dank u nog meer voor ieder persoon, Heer, die u rijkelijk zal zegenen, Heer. Zodat wij ook rijkelijk kunnen zaaien, Vader. Want hoe meer wij zaaien, Heer, hoe meer wij kunnen oosten, Vader. Voor uw koninkrijk, Heer. Vader, want elke dankzegging is voor u alleen, Heer. Dank u wel, Heer Jezus, voor u. Wat u al heeft gedaan op het kruis, Vader, Heer. En niks is onmogelijk voor u om te doen, Heer. Dank u wel, Vader. Voor elke gezondheid, Heer. Voor elke leven, Heer, die hier in deze plaats is, Heer. Dat het tot eer en glorie is van uw naam. Amen. Wees u gezegend.
Dank u wel, Monica. God zegen iedereen. Shalom. Shalom. Wauw, ik heb zoveel hulp. Dank u wel. Wie is voor de eerste keer hier in de zaal? Oh, welkom. Welkom. Vandaag is een bijzondere dag, amen. Amen. Maar wij komen voor God, toch? Halleluja. Pastor Jesse is ons, in ons midden. Jullie weten het verhaal van Pastor Jesse, dus bij deze gelegenheid willen wij hem ook condoleren voor het verlies van zijn schoonvader gisteren. En ja, het is heftig. Ik zei tegen mijn man of tegen Meldy gisteren, moeilijk hè, om dienstknecht van God te zijn. Ander kan, oh ja, ik weet, ik kom hier om te dienen. Maar andere kant, ja, vader van mijn vrouw is overleden. Wat moet ik dan doen? Maar hij heeft toch beslissing genomen om hier te komen met ons in deze ochtend. Dus ik vind een hele overgave. Dus laten wij applaus geven voor Pastor Jesse. We welcome you, Pastor Jesse. Thank you. Kiri kanan. Shalom saudara-saudara semua. Shalom iedereen. Senang sekali bisa hadir di tempat ini lagi. Zo blij om weer hier te zijn. Ik kan niet herinneren dat hij hier ooit geweest. Heel lang terug. Karena tahun 2017 bulan Mei. Mei 2017. Rasanya ada di gedung yang lama. Dus ik was hier maar in ander gebouw. Penerjemahnya sama Ibu Gembala. Oh well, oke. Okay. Dus zij heeft mij ook vertaald. Saya masih ada fotonya. Oh, ik heb nog steeds de foto. Dan zeker nog dun, ya. Ya, yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Dus degene die mij nog niet kent, mijn naam is Jesse Lantang. Saya tinggal di Jakarta, Indonesia. Ik woon in Jakarta, Indonesia. Istri saya satu. Mijn vrouw is één. Anak saya dua. Mijn kinderen zijn twee. Yang pertama sudah 26 tahun dan yang kedua sudah 23 tahun. De oudste is 26, de tweede is 23. Dan kami menjalani pelayanan sosial media di Indonesia. En wij runnen eigenlijk de bediening van media. Dan banyak sekali lewat sosial media LGBT orang-orang yang keluarganya berantakan dan lain sebagainya heel veel mensen, dan mau terima Tuhan Yesus. Heel veel mensen hebben wij bereikt, ook mensen van de andere kant en ze hebben zichzelf gegeven om gedoopt te worden. So itu yang kita lakukan di Indonesia. And that is what wij doen in Indonesia. So karena waktu terus berjalan. And omdat de tijd loopt. Saya harus langsung ke firman Tuhan. Wij gaan meteen het woord ja, doornemen. Kalau saudara senang judul khotbah. Dus als u houdt van de titel of thema van de preek. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah kedewasaan. Dus de thema van mijn preek deze ochtend is volwassenheid. Kita buka sama-sama kitab Amsal pasal yang keempat. Laten wij openen Spreuken 4. Ayatnya yang ketujuh. Vers 7. Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt en alles wat je hebt verworven in zich toevoegt. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara. Ik wil een beetje vertellen. Waktu saya masih kuliah dulu. Toen ik op universiteit nog zat. Saya adalah seorang siswa yang gak pernah belajar. Ik hield niet van leren, dus ik leer niet. Don't try this at home. Dus. Don't try this at home. Niet volg thuis. Dan saya setiap mau ujian baru dus saya belajar. Elke keer als morgen examen dat ik examen heb, dan ga ik pas leren. Saya bisa nggak tidur hanya untuk hafalin materi ujian semalaman. Dus die klinkt bekend. Oke, ik sliep niet en dan gewoon leren tot de volgende dag. Dus alleen de tijd van examen. Singkat cerita, saya berhasil lulus dari kampus saya. Dus kort verhaal, ik ben toch geslaagd. Dan hari ini kalau saya ditanya. Dus vandaag als iemand mij vraagt. Saya masih tahu nggak semua mata kuliah saya yang ambil dulu. Weet jij misschien welke vakken heb jij dan gehad? Jawabnya saya tahu. Dus mijn antwoord is ja, ik weet. Tapi kalau ditanya ngerti atau tidak. Maar als die mensen vragen, maar begrijp jij dan? Saya tidak pernah mengerti. Ik heb nooit begrepen. Firman Tuhan hari ini. Het woord van God vandaag. Dari segala yang kau peroleh, perolehlah. Van alles wat jij kan ontvangen, maar ontvang het begrip. Karena orang yang tahu belum tentu ngerti. Want iedereen die weet, nog niet zeker dat die persoon ook begrijpt. Tapi orang yang ngerti sudah pasti tahu. Maar iemand die begrip heeft, zeker hij weet van deze dingen. Menjadi tua itu pasti.
Dus om oud te worden, het is al zeker. Tapi dewasa adalah pilihan. Maar volwassenheid is een keuze. Kita menua setiap hari. Dus elke dag worden wij ouder. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi dewasa. Maar wij moeten kiezen om echt volwassen te zijn. Salah satunya adalah memilih untuk mengerti. Een van die dingen is eigenlijk te kiezen om te begrijpen. Banyak sekali suami cuma tahu istrinya tanpa pernah mengerti istrinya. Heel veel mannen weten hoe hun vrouw is, maar niet elk man begrijpt hoe zijn vrouw is. Banyak istri cuma tahu suami mereka tanpa pernah mengerti mereka. Ook andersom, heel veel vrouwen weten over hun man, maar niet elk vrouw begrijpt hun man. Sepertinya di gereja Hermon tidak ada. Oh, ik denk hier in Hermon is er niets. Amen. Banyak orang tua cuma tahu bikin anak. Dus heel veel ouderen weten hoe ze kinderen moeten maken. Tapi mereka tidak pernah mengerti anak-anak mereka. Maar ze begrijpen hun kinderen niet. Kita selalu terjadi konflik yang tidak ada ujungnya. Er zijn zoveel konflik tussen, ya. Hanya karena ada perbedaan warna dari setiap generasi. Omdat we hebben verschillende kleur van generatie tot generatie. Papa saya kalau pakai celana bahannya lengkap. Mijn vader als hij dan een broek aan heeft, het is compleet. Anak-anak sekarang kalau pakai celana kekurangan bahan. Maar nu de generatie nu de jongeren gebruiken broeken net alsof dat te weinig stof is. But that's okay. Itu hanya perbedaan warna dari setiap generasi. Dit is gewoon verschil van kleur. Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Moses gebruikt staf, maar Yosua gebruikt zwart. Yang kita harus transferkan ke anak-anak kita adalah rasa percaya dan kagum dengan Tuhan Yesus Kristus. Wat wij moeten planten in volgende generatie is de trots en eer naar God. Bukan ributin perbedaan warna. Niet alleen maar discussie over verschillende dingen. Nah, yang paling menyedihkan adalah wat trist is, banyak orang Kristen cuma tahu Tuhan Yesus. Heel veel christenen weten Heer Jezus. Tapi kita tidak pernah mengerti dia. Maar wij begrijpen hem niet. Kita cuma tahu judul-judul kitab di dalam Alkitab. Wij weten alleen maar de thema van zoveel hoofdstukken. Tapi kita enggak pernah get the understanding. Maar wij krijgen niet het begrip. Sekali lagi, orang yang dewasa adalah orang yang memilih untuk mengerti. Nog een keer, volwassenheid, iemand die volwassen is, is iemand die keuze heeft gemaakt om te begrijpen. Sekarang kita akan lihat Ibrani pasal yang kelima. Wij gaan verder naar Hebreeu 5. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Hebreeu 5, 12 tot en met 14. It's close enough, the microphone. Ja, is het nou dit? Ja, werkelijk. U had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf één nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend. En zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 15? Sampai 15 apa? 14. Oh, sampai 14. Oke. Judul perikop daripada Ibrani 5 ini cukup mengerikan. De titel van deze Hebreeu 5 is een beetje hard. Peringatan supaya jangan murtad. Vermaning om niet... Wat is murtad in Nederlands? Ada di judul perikop. Belanda nggak ada. Dat wij eigenlijk verdwaald zijn uiteindelijk. Kita suka berpikir murtad adalah orang yang pindah agama. Dus wij denken altijd of verdwaald betekent dat wij uit de pad van God gaan. Or of pindah kepercayaan. Geloof. Of wij ander geloof hebben. Tapi Alkitab ternyata tidak pernah catat seperti itu. Maar de Bijbel heeft dat niet zo beschrijf. Pengertian murtad menurut Alkitab. Dus de bedoeling, nee. People with no progress. Dus mensen die eigenlijk verdwaald zijn, zijn mensen zonder... Seseorang yang tidak ada pertumbuhan. Mensen zonder groei. Seseorang yang tidak pernah mau berubah. Mensen die nooit willen veranderen. Dan inilah adalah pengertian daripada kata yang namanya murtad. And dit is het begrip van verdwaald.
Dan penulis Ibrani, de schrijver van Hebreeuw, menggunakan analogi susu dan makanan keras. Heeft twee dingen gepakt hier, melk en vast voedsel. Susu melambangkan bayi-bayi. Melk vertegenwoordigt baby's of kleinkinderen. Makanan keras adalah melambangkan orang-orang yang sudah dewasa. Fast voedsel beschrijft over volwassenen. Kalau kita lihat lagi ayat yang ke-12. Als wij vers 12 nog een keer lezen. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf één nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Ternyata susu ini menggambarkan mentalitas. Blijkbaar, melk beschrijft ook mentaliteit. Yang namanya tahu beres. Dus alles klaar, snel klaar. Mental yang namanya dicekokin. Dus het begrip van ik moet jou voeden. Dan ini melambangkan orang-orang yang tidak pernah mau jadi dewasa. Deze mensen willen niet volwassen worden. Gak pernah mau mengembangkan kemampuan untuk digesting, mengunyah. Deze mensen willen niet kauwen van alles wat ze hebben gekregen. Anak-anak kita kalau udah umur 6 tahun. Onze kinderen op het moment dat ze 6 jaar oud zijn. Dan tidak pernah mau makanan yang ada teksturnya. En ze weigeren om vast voedsel te eten. Cuman hanya mau minum susu. Dus alleen maar melk drinken. Pasti dia, kita akan bawa mereka ke dokter. En zeker wij als ouders, wij nemen hun mee naar de arts. Kita akan tanya, what's wrong with his pencernaan? Wij gaan vragen, wat is er aan de hand met mijn kind? Kalau di alam jasmani kita bisa begitu peduli. Als wij in fysiek zo kan zorgen maken. Tapi seringkali tanpa kita sadari di alam rohani kita enggak begitu peduli. Maar onbewust in de geestelijk zien wij dat niet. Mental kita mental tahu beres. Onze mentaliteit is mentaliteit die wil snel klaar. Entar aja ada Pak Gembala. Oh ya, mag niet uit, Pastor Dios doet toch. Ada Bu Gembala. Oh, mag niet uit, Pastora doet toch. Nanti aja mereka yang jelasin itu firman Tuhan. Oh, later, maar die persoon gaat wel vertellen over kita het woord. Kita gak mau mengembangkan kemampuan mengunyah. Maar wij willen niet kauwen en ya, laten groeien dingen die wij hebben gekregen. Saya punya seorang sahabat, dia besar di, dia grow up di Paris. Mijn beste vriend, die groei... in Parijs. Setahun sekali kita biasanya bertemu di Pulau Bali. Een keer per jaar ontmoeten wij elkaar in Bali. Dan kita punya makanan favorit. En wij hebben onze favoriete voedsel. Nasi babi kecap. Wow. Nasi met varken. Zoiets, een bepaalde specifiek Balinese voedsel. Dan kita selalu pergi ke restoran yang sama. En wij gaan altijd naar dezelfde restaurant. 2022 after pandemi kita akhirnya bertemu lagi di Pulau Bali. Dus na jaar 2022 hebben wij weer elkaar ontmoet in Bali. Kita langsung went to the restaurant. En wij gingen meteen naar dezelfde restaurant. Langsung kita pesen 2 soy pork. Dus wij gingen meteen bestellen 2 porties. Nah, waktu datang makanannya. En het eten kwam. Saya besar di Indonesia. Ik ben gegroeid in Indonesië. Dia besar di Paris. Hij is gegroeid in Parijs. Cara makan orang Indonesia, makan seperti diminum. De manier van Indonesische mensen als eten is net als dat wij gaan drinken. Kita kalau makan cepat, super fast. Oh, wij eten heel snel. Saya hitung seingat saya enggak sampai 10 menit itu nasi babi kecap lenyap dus, dari harapan saya. Oh, getel herinner dat binnen 10 minuten dan, mijn bord was gewoon leeg. Dan waktu saya noleh ke teman baik saya. En op het moment dat ik kijken naar het bord van mijn vriend. Ternyata dia baru 2 hap. En hij ging alleen maar 2 hapjes. Saya sampai bertanya, ini babi kecap rasanya beda atau gimana? En ik vroeg hem, is het nou anders geworden dan de smaak? Lalu dia bilang, Jess, don't get me wrong. En hij zegt, nee. Please remember, kamu besar di Indonesia, saya besar di Prancis. Onthoud, jij groeit in Indonesia, volgens mij mijn microfoon is niet goed. Orang Indonesia diajarkan mengunyah 32 kali. Orang Indonesia diajarkan mengunyah 32 kali. Indonesische mensen, ik wacht. Yes, Moment, geef eerst applaus voor koning Jezus. God is goed. God is goed. Halleluja. Wauw, nog een keer applaus voor koning Jezus.
keer te kauwen. Tapi saya diajarkan di Prancis mengunyah 72 kali. In Parijs hebben ze ons geleerd om 72 keer te kauwen. Supaya makanan-makanan yang ada di mulut kita zodat, the voedsel die in onze mond is, akan bercampur dengan enzim di dalam mulut kita. Dan waktu turun ke pencernaan dia jadi gizi yang bagus. En op het moment dat het voedsel dan komt in jouw buik, dan wordt een geweldige voedsel. Makanya orang Indonesia kalau habis makan bukan kenyang tapi begah. Daarom Indonesische mensen als ze klaar zijn met eten, dan is het niet verzadig, maar hoe moet ik dat zeggen? Misselijk, omdat te vol is. Ya, kita pakai tali sepatu keringet dingin langsung. Dus als wij onze veter aandoen, dan die zweet maakt ons eigenlijk tot, ya, dat wij misselijk zijn. Karena makan kita terlalu cepat. Omdat wij zijn te snel met kauwen, eten. Nah, penulis Ibrani jelas mencatat. De schrijver van Hebreeuw. Ditinjau dari sudut waktu. Hier staat, gezien naar de tijd. Seharusnya kamu sudah bisa menjadi pengajar. Eigenlijk, jullie moeten allemaal al leraar zijn. Saya gak suruh saudara-saudara jadi seperti ibu gembala. Ik heb niet gezegd dat jullie allemaal net als pastora moet worden. Tapi at least kita bisa ajarin anak-anak kita. Maar minstens, wij kunnen dat onderwijzen naar onze kinderen. Tapi yang terjadi kita tahu beres. Maar wat nu gebeurt eigenlijk, wij willen allemaal ya, kan en klaar krijgen. Kita jadi bergantung sama guru-guru sekolah minggu. En wij zijn afhankelijk voor de leraren van de zondagschool. Ingat baik-baik, anak-anak kita ketemu guru-guru sekolah minggu cuma seminggu sekali. Onthoud heel goed, onze kinderen ontmoeten hun leraar bij de zondagschool één keer per week. Orang tua adalah guru terbaik untuk anak-anak mereka. The ouders is the beste leraren voor onze kinderen. Gak apa-apa titipin anak-anak kita ke youth pastor dan guru-guru sekolah minggu. It's good dat ze naar zondagschool gaan. Tapi please jangan punya mental tahu beres. Maar please, wij moeten niet hebben een mentaliteit van kan en klaar, ik laat los. Mulai belajar mengunyah. Wij willen leren om te kauwen. Jangan mental kita mental susu terus. Dus niet mentaliteit van melk hebben. Oke, okay, ayat 13 sekarang. Vers 13. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Oke, okay, barang siapa yang tahu beres. Dus wie wil alleen maar kan en klaar krijgen. Dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Die persoon heeft eigenlijk ya, niet zoveel begrip over de waarheid. Sebab ia adalah anak kecil. Waarom? Ze zijn kinderen. Banyak orang suka bertanya sama saya di Indonesia. Heel veel mensen in Indonesia vragen aan mij. Pastor, hukum Taurat masih penting enggak? Pastor, is de Torah nog steeds belangrijk? Saya selalu bilang, masih penting. Ik heb altijd gezegd, natuurlijk. Untuk siapa? For wie? Untuk orang-orang yang baru terima Tuhan Yesus. For the mensen die Jezus pas hebben aangenomen. Kristen yang masih bayi. The baby Christian. Ini dicatat sama Rasul Paulus di Roma pasal yang kedua. Romeinen 2 heeft Paulus dit over dit geschreven. Rasul Paulus mengatakan ahli Taurat. Dus Paulus zegt mereka ya, adalah pengajar-pengajar untuk orang-orang yang belum dewasa. Dus de Torah-leraren ze geven hun leer aan de mensen die nog niet volwassen zijn. Saya lebih senang sama istilah dari Alkitab bahasa Inggris, teacher of babies. Oh, oké. Okay. Dus in Engels is letterlijk zo geschreven, leraren voor babies. Susu kan? Ja, dus melk. Bayi identik dengan susu. Dus melk, baby. Anak-anak selalu mesti dikasih tahu do and don'ts, boleh atau enggak boleh. Onze kinderen moeten altijd verteld worden wat is mag en wat mag niet. Kalau ada anak-anak ke rumah saudara, dus als de kinderen komen saudara, bij ons, saudara pasti akan bilang, nah hati-hati itu panci soto panas. Dus wij zeggen dan, voorzichtig, want die pan van die soto is warm. Voorzichtig, itu pisau tajam. Voorzichtig, want de mes, het mes is scherp. Itu dispenser yang adalah warna merah, itu air panas. Dus waterkoker die warm heet is, dus die rood is warm. Anak-anak kecil mesti digituin. Kleinkinderen moeten wij zo met kleinkinderen omgaan. Tapi udah berumur begini. Maar als wij. Oma, hati-hati ya, itu pisau tajam. Wij kan toch niet zeggen, oma, voorzichtig, mes is scherp. Om itu soto panas, hati-hati om. Om, voorzichtig, want die pan is heet. Kan nggak perlu digituin. Is toch niet nodig. Makanya hukum Taurat perlu untuk anak-anak. En daarom de Torah hebben wij nodig alleen voor de babies.
En untuk orang yang cuman mau tahu beres. And for the mensen die willen alleen maar kan en klaar krijgen. Makanya banyak orang Kristen pertanyaannya enggak jauh dari boleh atau enggak. Daarom de vragen van de christenen eigenlijk is niet ver van mag ik dat of mag ik niet. Kita enggak pernah memilih untuk menjadi dewasa. Wij hebben de keuze niet genomen om volwassen. Kita enggak pernah memilih untuk get the understanding. Wij hebben niet gekozen om het begrip dieper te ontvangen. Kita terus perlu sama susu saja. En wij willen alleen maar melk. Dan anak-anak kecil. En kleinkinderen. Mereka tidak mengerti ajaran tentang kebenaran. Ze begrijpen niet of het begrip over de waarheid. Ingat baik-baik saudara. Onthoud heel goed. Semua agama termasuk hukum Taurat. Dus alle geloof, ook de Torah. Mengajarkan prinsip kebenaran yang sama. Leer over dezelfde waarheid. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Als u goed doet, dan krijgt u goed. Als u slecht doet, dan krijgt u ook slechte dingen. Semua sama ngajarinnya. Is allemaal hetzelfde. Cuman Yesus yang datang membawa prinsip kebenaran yang berbeda. Met de waarheid, met de principe van de waarheid. Kamu sudah melakukan kejahatan? Heeft u al slechte dingen gedaan? Kamu tetap menerima kebaikan yang kamu sebenarnya enggak pantas. Eigenlijk ben je niet waardig om ook goede dingen te ontvangen. Karena semua kejahatan kalian saya sudah tanggung di atas kayu salib. Ik heb dat alles gedragen op het kruis. Cuman Yesus yang bawa prinsip kebenaran alleen seperti ini. Yesus heeft deze principe gebracht. Saudara dan saya disayang sama Tuhan Yesus. Wij zijn geliefd door Heer Yesus. Sampai dia mau mati buat kita semua. Dat hij tot hij wil sterven voor ons allemaal. Kasih lihat ke keluarga saudara. Laat zien aan uw familie. Kalau kita disayang sama Tuhan. Dat wij geliefd zijn door Heer Jezus. Jangan kasih lihat ke keluarga saudara. Dus niet laten zien, niet aan uw familie laten zien. Lihat saya sayang sama Tuhan. Kijk naar mij, want ik hou van Jezus. Saya ke gereja tiap minggu. Want ik ga naar de kerk elke week. Saya melayani Tuhan tiap minggu. Ik dien God elke week. Itu namanya mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Dus dat noemen wij willen laten zien dat ik van God houd. Kasih lihat saya disayang sama Tuhan. Maar nu is de tijd, u moet laten zien aan uw familie dat Heer Jezus van u houdt. Karena saya disayang sama Tuhan. Omdat ik geliefd ben door God. Saya mau sayang sama istri saya. Ik wil ook van mijn vrouw houden. Karena saya diampuni sama Tuhan. Omdat ik vergeven ben door God. Saya mau ampuni suami saya. Ik wil ook mijn man vergeven. Susah banget aminnya kayaknya. Zo moeilijk hè, om amin te zeggen. Ini kita soalnya terbiasa, cuman mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Omdat wij zijn gewend in de stroom van dat, dus die leven, ik wil laten zien dat ik van God houd. Ganti. Wij moeten nog veranderen. Sosial media saudara. Wij gaan veranderen, onze media. Pasang hashtag aku disayang sama Tuhan. Dus dan post en zeg, ik ben geliefd door Heer Jezus. Ayat 14 sekarang. Vers 14. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Nah, ini dia. Orang dewasa, mereka enggak perlu lagi do and don'ts. De volwassene gaat niet meer over mag ik dit of mag ik niet. Tapi orang dewasa dia bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Maar de volwassene weet precies dit is van God en dat is niet. Panca inderanya terlatih. De zintuigen zijn geoefend. Saya di Indonesia punya bisnis makanan, saudara. In Indonesia, dus runt hij, runt Pastor Jesse, bisnis in horeca. Dan for me, for him, my mom is a truly master chef. Wow, zijn moeder is echt een chef kokin. Not Gordon Ramsay. Dus niet die wat wij zien op tv. Gordon Ramsay marah-marah karena ada kamera. Oh, dus als wij zien de programma, ik kijk niet. Maar die meneer dus ging boos omdat hij weet dat camera richt op hem. Dapurnya mama saya gak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. In de keuken van mijn moeder, er is geen camera, maar zij is ook boos elke keer. She's a truly master chef. Zij is echt, de master chef. Kalau ada food testing di rumah kami. Als een food test in ons huis. Mama saya cobainnya tidak satu piring. Mijn moeder gaat niet alleen een bord proberen. Dia cuma coba proeven. Satu sendok. Zij gaat alleen een lepel proeven. Dan selagi dia mengunyah. Op het moment dat zij aan het kauwen is. Kita semua mulai liatin dia. En wij allemaal, de kinderen, wij gaan kijken naar mama. Menunggu dia bersabda. Wacht,
wat gaat ze zeggen? Dan mulai keluar kalimat-kalimat dari mulutnya. En dan begint zij dingen uit te spreken. Ini daun jeruknya terlalu sedikit. Oh, dit is te veel lemon gras. Nee, daun ini jeruk. Kemanginya terlalu tinggi. Oh, te veel kemangi. Ini kunyitnya kayaknya beli di toko itu. Dia tahu loh beli di mana? Oh, wow. Dus deze kurkuma die hebben ze gekocht ergens in de winkel. Lidahnya mama saya. De tong van mijn moeder sangat terlatih. Is so getraind untuk membedakan ingredients yang masuk ke mulutnya. Om onderscheid te nemen over één voedsel, maar ze weet precies de ingrediënten die in haar mond komt. Itulah orang dewasa dalam hal F&B, food and beverage. Wow, dat is dan volwassenheid in horeca. Dalam rohani kita gimana? Hoe is het met onze geestelijke? Kita cuman mau taunya boleh dan enggak boleh? Willen wij alleen maar blijven tot mag ik kita, wel of mag ik niet? Atau kita mulai memilih untuk punya discernment spirit. Of willen wij eigenlijk groeien in onderscheiding van geest? Ini teman dari Tuhan, itu teman yang bukan dari Tuhan. Dit is, oh ya, deze vrienden die komen wel van God, die, nee, die niet. Kita bisa membedakan. Wij kunnen onderscheid maken. Itulah solid food. En dat is vast voedsel. Bukan susu lagi. Niet meer melk. Kita harus pindah ke 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Wij gaan schuiven naar 2 Petrus 3. Itu judul perikopnya Hari Tuhan. De titel is Dag van de Heer. Maar ayat 18 ya, Pak. Ja. Maar groei in de genade, in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem kom de eer toe, nu in en in eeuwigheid. Amen. Masih ingat tadi arti dari kata murtad? Kunnen wij nog herinneren wat betekent die verdwaald? Tidak ada pertumbuhan. Dat is geen groei. Tidak ada kemajuan. Dat is geen vooruitgang. Tidak ada perubahan. Er is geen veranderingen. Tapi sebelum datangnya hari Tuhan. Maar voor de dag van de Heer kom. Firman Tuhan pesan buat kita semua. God spreekt tot ons allen. Jangan cuman jalan di tempat. Niet alleen stappen op plaats. Kita mesti bertumbuh ke arah kasih karunia. Wij moeten groeien in de genade van God. Bukan ke arah hukum Taurat. Niet naar de Torah. Tapi ke arah kasih karunia. Maar naar de genade van God. Dan kita harus mengenal atau mengerti akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. We moeten echt diep begrip krijgen over ons de genade van Heer Jezus. Jangan lagi jadi ahli Taurat, saudara. Niet meer fariseer worden. Keluarga saudara enggak perlu ahli Taurat. Dus uw familie heeft de leraren niet nodig van kaum de Torah. Kaum LGBT enggak perlu ahli Taurat. De mensen, ik begrijp eigenlijk niet, ja, dus die LGBT. Tidak perlu ahli Taurat. Ze willen niet, ze hebben de Torah leraar niet nodig. Mereka perlu ahli kasih karunia. Ze hebben mensen die getraind is zijn in de liefde van God nodig. Kalau anak saudara. Als uw kind. Adik saudara. Uw broer of zus. Kakak saudara. Oudere broer of zus. Gak mau diajak ke Hermon Church. Wil niet naar Hermon gaan. Gak usah ajak ke gereja. Dan hoeft niet. Ajak makan. Neem hun uit eten. Dan kalau nanti jam 1 dia mau ikut makan. En als straks 1 uur willen ze meedoen met eten. Jangan diinterogasi. En niet wordt meteen gevraagd. Tadi jam 10 kemana? En net 10 uur, waar was jij? Kok gak di gereja? Waarom kwam je niet 10 uur? Stop doing that. Stop om zoiets te doen. Kalau dia senang sepak bola, ngomongin sepak bola. Als ze houden van voetbal, praat over voetbal met hun. Kenapa MU kalah terus? Waarom is bepaalde groep verloren? Saya Arsenal banget. Kalau dia senang musik, ngomongin musik. Als deze mensen van muziek houden, dan moeten wij ook praten over muziek met hun. Dia senang film, ajak nonton film sama-sama. Dus als ze houden van film, dan ga één keer naar de film met hun. Saya percaya. Ik geloof. Janji firman Tuhan akan terjadi dalam keluarga saudara. De belofte van God zal gebeuren in uw leven. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Een persoon is gered, in de familie zal hele familie gered worden. Kita menghakimi keluarga kita terus. Wij, onbewust, wij oordelen vaak onze familie. Dalam hati mereka akan mengatakan gini, you lost me. En dan in hun hoofd, die zeggen, je hebt mij stop verloren. Stop menghakimi. Dus stop met deze manier. Kita semua sama, orang-orang berdosa. We zijn allemaal hetzelfde, we zijn zondaars. Saya juga orang berdosa. Ik ook. Bedanya cuma satu ketahuan, satu belum. Het verschil is, die andere is ontdekt, die andere nog niet.
Jadi kalau ada orang lagi ngomong aib mereka kepada saudara, dus als iemand vertelt over hun tekortkomingen, di stel mukanya biasa aja. Dus wij moeten onze gezicht herstellen gewoon normaal. Jangan orang lagi cerita aib mereka. Niet op het moment dat een persoon vertelt over hun tekortkomingen. Muka kita langsung kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Over haar of zijn tekortkomingen en wij antwoord: "Hoezo? Waarom dat? Waarom doe jij zoiets?" Bedanya dia lagi ngaku di sini belum. Eigenlijk het verschil alleen maar één. Die persoon is aan het vertellen dus de waarheid. Jij schuilt achter jou. Kita sama-sama orang berdosa. Wij zijn allemaal zondaars. Yang diselamatkan oleh darah Yesus. Die gered zijn door Heer Jezus. We should be grateful every day. Dus eigenlijk wij moeten echt dankbaar zijn elke dag. Tidak jadi orang-orang Farisi. Wij moeten niet Fariseeën worden. Yang merasa dirinya lebih benar dari yang lain. Die voelen dat wij meer zijn dan de anderen. Saya punya cerita. Ik heb di een Jakarta. Verhaal in Jakarta. Satu kali saya didatengin sama seorang ibu. Een karena keer, appointmentnya nama ibu. Oh, een keer was een mevrouw gekomen, want staat op mijn agenda een mevrouw zal komen. Waktu dia datang ke rumah saya, toen die persoon in mijn huis kwam, semua dapur berhenti bekerja. Iedereen in de keuken was stil karena geworden. Lihat ibu ini cantiknya luar biasa. Omdat die vrouw op mijn afspraak is zo mooi. Dan wanginya luar biasa. En wow, die ruikt zo lekker. Dan waktu saya ketemu sama dia di ruang tamu. Toen ik in de woonkamer kwam. Saya juga bengong lihat ibu ini. Ik stond stil om deze vrouw te zien. Cantik dan wangi. Zo mooi en ruik lekker. Tapi waktu dia mulai bicara. Maar toen ze begon te praten. Ternyata dia pria. Was zij een hij. Hello, Pastor Jesse. Hallo. Hallo, Pastor Jesse. Dia mulai cerita kalau dia sudah down payment rumah sakit di Berlin, Jerman. Dus hij of zij moet ik dan zeggen. Ja, dus zij begon te vertellen dat zij in Berlijn ziekenhuis heeft untuk operasi ganti kelamin. Om ja, hoe noem je dat? Om gebouwd te worden. Dan waktu dia lihat sosial media daripada tim kami. En toen zij dan kijkt naar de media, social media van Pastor Jesse. Dia memutuskan untuk bertemu. Saya. En zij heeft beslissing genomen om een gesprek aan te gaan dan met kita mulai pastor. Ngobrol. En wij begonnen te praten. Dan saya mulai katakan buat dia. En ik zei tegen haar. Bu, pak, ja, bro. Dus dat bedoel ik. Mana ya, ik weet ook niet, wat moet ik zeggen? Zij of hij? Dus hij ook. Hij zei, wat moet ik, meneer, mevrouw, meneer, mevrouw. Mulai hari ini kita jadi teman. Dus ik zei tegen ja, haar of hem. Ik zei tegen hem, vanaf vandaag ben jij mijn beste vriend. Bukan jadi pacar ya, saudara. Niet als relatie of zo, hè? Nee. Dan selama 6 bulan sesudah pertemuan itu. Dus 6 maanden na onze ontmoeting. Saya makan hati banget. Ja, makan hati itu apa ya? makan hati enak. ik heb zo'n hart. Ik heb zo'n hart en zo pijn in mijn hart. Karena brother ini kalau mau ketemu selalu harus di mall. Dus omdat deze man, als hij mij wil zien, hij wil alleen maar bij de mall, dus winkelcentrum. Dan suaranya ontmoeten. Itu besar sekali. En zijn stem is zo luid. Dan dia kalau ketemu saya. En als zij of hij mij ontmoet. Di tempat rame. In, ya, in de openbaar. Dia selalu pegang bahu saya. En zij pak mijn schouders. Dan dia selalu bertanya, Beb, kita mau makan di mana? En dan vroeg ze, baby, waar gaan we eten en wat gaan we eten? Orang-orang gak ada yang liatin dia. Maar mensen kijken niet naar haar. Orang-orang liatin die saya. Die kijken naar mij. Oh, itu boyfriend-nya. Oh, dat is eigenlijk de vriend van haar. Long story short. Dus om lang verhaal kort te maken. Awal bulan ketujuh. Begin van de 7e dia maand. Dia telepon saya. Hij bel mij. Dia bilang, dia baru membatalkan jadwal operasi ganti kelamin hij di Jerman. Hij heeft de afspraak afgewezen. Dus hij heeft de afspraak vernietigd voor die operatie. Saya tanya, why? En ik vraag hem, maar waarom? Dia jawab begini. Hij antwoordt zo. Saya sekarang percaya saya adalah pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Ik geloof nu dat ik gewoon een man die God heeft geschapen. Ik ben gewoon een normale man. Ternyata pria ini dia adalah
orang yang terluka semenjak dia kecil. Blijkbaar deze man heeft zoveel pijn meegemaakt toen hij klein was. Papanya zou bilang, papa mau anak perempuan, bukan kamu. En zijn vader zei altijd tegen hem, ik wil eigenlijk alleen meisjes, niet jij. Dia terluka. En die pijn die heeft hij gedragen vanaf klein. Di dunia kita ada hukum sebab akibat. En in de wereld er is een wet omdat daarom nee sebab dan akibat. Omdat ik doe dit en dan wordt het zo. LGBT hanya akibat. LGBT is eigenlijk een vrucht van. Jangan pernah menyerang akibat. Wij moeten nooit de vrucht oordelen. Kita mesti tahu penyebabnya apa. Wij moeten weten waarom, dus zo de oorzaak weten. Itu yang harus dibenerin. En dat moeten wij daar herstellen. 90% di Indonesia. 90% in Indonesia. Semua karena dad issue, fatherless issue. Alle dingen die gebeuren in het leven, eigenlijk ze hebben vaderschap, vaderfiguur gemist in hun leven. Ja, itu yang terjadi di Indonesia. En dat is gebeurd in Indonesia. Dan orang-orang ini waktu diajak kopi. En deze mensen op het moment dat wij met hun koffie gaan drinken. Diajak ke Hema. En wij gaan naar Hema met hun. Mereka mulai merasa diterima. En ze voelen dat ze gewaardeerd zijn. Waktu mereka mulai didengarkan. En op het moment dat wij onze oren geven aan hun mereka verhalen. Mereka mulai merasa ada yang peduli sama mereka. En ze voelen, wauw, er zijn mensen die toch geïnteresseerd in mijn verhaal. Disitulah saya melihat banyak LGBT yang berubah. En hier in deze manier heb ik heel veel LGBT die ik zie heel veel deze van deze mensen veranderen. Jadilah ahli kasih karunia. En daarom zeg ik, word een specialist van de liefde, van de genade. Jangan pernah menghakimi seseorang dari musim yang sedang dia lewati. Niet mensen oordelen op de seizoen die ze nu bevinden. Saulus di musim sebelumnya dia seorang pembunuh. De Saulus in vorige seizoen, so hij was een moordenaar. Di musim-musim berikutnya dia menjadi rasul Paulus. En in de komende seizoen hij wordt een profeet. Daud di musim sebelumnya dia hanya gembala domba. En in vorige seizoen was David ook alleen een herder. Tapi di musim-musim berikutnya dia adalah raja bangsa Israel. Maar in de andere seizoen Daud was een koning van Israël. Jangan pernah menghakimi seseorang atau diri sendiri dari musim yang sedang kita oordeel lewati. Oordeel andere mensen niet, maar oordeel uzelf ook niet in de seizoen waar u nu bevindt. Setiap musim akan mendewasakan kita. Elk seizoen maak jij volwassen. Amen, saudara-saudara. Amen. Ayat terakhir, 1 Korintus 13. In Korintus 13. Ayat yang ke-11. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter mij gelaten. Kata meninggalkan kurang pas di Alkitab Bahasa Indonesia. Di Belanda sama gak? Meninggalkan. Sama. Ini sebenarnya bahasa Yunaninya katargeo, bahasa Inggrisnya destroy. Het woord gelaten hier eigenlijk past niet met de originele taal. Apa, Pak? Jadi orang yang memilih untuk menjadi dewasa. Yang tadi katanya itu. Katargeo. Katargeo. Onthouden. Volgende week vraag ik terug. Katargeo. Orang yang memilih menjadi dewasa. Dus betekent helemaal vernietigen. Adalah orang yang menghancurkan sifat kekanak-kanakan. Dus mensen die willen echt volwassen worden. Deze mensen zijn bereid om kinderlijke dingen te vernietigen in hun leven. Dan Rasul Paulus dia mencatat ayat ini. Apostel Paulus die schrijft. Sesudah dia menjabarkan the fruits of love. Ayat 4-8. Nadat hij heeft vers 4 en 8 zo in details beschrijven. Dan kalau saudara baca ayat 4-8. Als wij lezen vanaf 4 tot en met 8. Kasih itu bukan perasaan. Liefde is geen gevoel. Tapi kasih adalah keputusan. Liefde is een beslissing. Sabar itu bukan feeling. Geduld is geen gevoel. Ik wil sabar geduld. Adalah keputusan. Maar geduld is ook een beslissing. Kasih tidak simpan salah orang lain. En staat erop, de liefde, als je liefde hebt, jij gaat ook niet de schuld van iemand anders bewaren. Simpan salah orang lain, itu adalah keputusan, bukan feeling. En dat is ook geen gevoel, het is een beslissing. Dan itulah jeleknya Yesus. En dat is, hoe dan? Jeleknya Yesus. No, zomaar. En dat is dan de minderheid van Jezus. Yesus punya kejelekan.
Oh, Jezus heeft ook zijn minderheid. Namanya lupaan. Jezus is ook vergeetachtig. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Hij vergeet jouw zonde en mijn zonde. Sayangnya, jeleknya Yesus sering gak nurun ke orang Kristen. Maar jammer genoeg dat de zwakheid of de minderheid, minder goedheid van Jezus is niet nedergedaald bij ieder christenen. Kita ingetan. Wij houden zoveel vast aan de fouten van anderen. Salah suami 10 tahun lalu kita masih ingat sampai hari ini. De fouten van onze man 10 jaar terug kunnen wij nog vertellen vandaag. Ambillah keputusan untuk mengasihi. Neem de beslissing vandaag om van anderen lief te hebben. Pilihlah untuk menjadi dewasa. Kies om volwassen te zijn. Mengertilah tentang pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Begrijp, neem, leer om een begrip te nemen over de persoon Yesus. Saya percaya hal-hal dewasa akan mendarat dalam zona kehidupan saudara. Ik geloof dat volwassenheid zal nederdalen in uw leven. Kork en krachtig. Wow. God bless you. Tuhan berkati saudara-saudara. God zegen. Makasih, Pak. Thank you. Loh, minumnya enggak diminum. Haleluya. Zijn wij gezegen? Amen. En wie wil volwassen worden dan? Amen. Wat betekent dat volwassen worden? De laatste vers. Zee, wij hebben nou al examen. Wat was het weer? Ik ben ook vergeten. Carda. Wat was het weer, Pak? Cartagena is mooi, Sicilia. Maar dat is het niet. Cartageo. Vernietigen. Dit is de tijd om volwassen te worden in God. Amen. Wij kunnen niet baby blijven. God wil dat wij volwassen zijn. Herinnert u? Verschil tussen technon en huios? Yes? Wij moeten huios worden. Want de wereld is al te vol met technon. Huios zijn volwassenen, christenen. Die weet precies wat de papa wil, papa in de hemel. En op het moment dat wij beslissing nemen om huios te worden, om die cartageo te doen in ons leven, dan net als pastor Ice zegt deze ochtend, wij gaan huis bouwen. Wij gaan huizen voorbereiden voor de zielen die moeten nog komen. Dus ja, ik zit net te denken toen pastor Ice dat zei, klopt, wij bidden voor de zielen, wij bidden Heer, zend de zielen hier. Maar waar dan? Waar moeten wij hun plaatsen? Wij kunnen niet alleen bidden, maar wij moeten actie nemen om huizen te bouwen. Huizen zodat wij de zielen kunnen plaatsen. Amen. Laten wij samen opstaan. Nou, als jullie mijn dochter zien, Nisse is niet op vakantie met haar zonnebril. Bid voor Nisse, zij heeft hersenschudding gehad. Daarom kan ze het licht niet zien. Maar ik bedoel, niet tegen het licht zien. Jelwin. Maar ik wil God danken voor haar doorzetting vermogen. Amen. Zoals pastor Jesse in zijn situatie, maar ook Nisse in haar situatie. Zij kies, dat is volwassenheid, kiezen. Zij kies om God nog steeds te dienen in haar situatie. Ik weet niet wat voor situatie u hebt vandaag, maar kies. Kies altijd in elke situatie om volwassen te zijn. Amen. Laten wij bidden. Vader, wij willen u danken. Heer, wij willen u danken voor alles wat wij ontvangen vandaag. Inderdaad, Vader, u houdt zoveel van ons. Dank u wel. En wij willen groeien. Groeien in dit begrip, Vader. Zodat wij de wereld kunnen laten zien. Dat onze papa in de hemel, onze Jezus, houdt zoveel van mij. Dat ik overal kan vertellen. Hé, ik ben vergeven. Hé, ik ben hersteld. Heer, de wereld wacht voor zo'n boodschap. In Jezus' naam. Dat er is nog steeds vergeving in deze tijd. Dat er nog liefde is, Heer, in deze tijd. Waar alles moeilijk is.
Vader, gebruik ieder van ons. Gebruik uw gemeente, Vader. In Jezus' naam om te laten zien hoe groot uw liefde is voor ons allen. Dank u wel, Heer. Wij gaan de wereld bereiken met uw liefde. Niet met onze teaching of wat dan ook, Heer. Maar allereerst, wij willen onze liefde laten zien. Wij ontvangen uw liefde vandaag opnieuw, Heer. Wij willen opnieuw ondergedompeld worden in de genade, Heer. In de genade. En Heer, wij willen groeien in het begrip over uw genade. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Laten wij onze handen opheffen. En zeg tegen God, ik wil volwassen worden. En ik begin vandaag, niet morgen. Ik begin vandaag, Heer. Ik wil vandaag beginnen. Vader, u ziet elk hand. Dit is de tijd dat uw gemeente volwassen wordt. Dank u wel, Vader. Zo volk van God, ontvang de zegen van God. Pastor Jesse heeft gezegd, hij houdt zoveel van ons. Twijfel daar nooit aan. Zo ontvang. Ontvang de genade, ontvang de puur liefde van Jezus. Hij zegen jou rechtstreeks vanuit het kruis. Als een bewijs dat hij van ons houdt. In Jezus' naam, wees gezegend. Amen. Geef applaus voor Koning Jezus. Halleluja. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus.
shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine. Amen. Voor alle mensen die hier aanwezig zijn, ik dank jullie wel voor jullie komst. Onthoud het woord van God goed. Kies ervoor om naar volwassenheid te streven. Amen. Zodat wij daadwerkelijk zijn genade voor onze leven zullen begrijpen. En ook onze dank natuurlijk voor pastor Jesse. En we wensen hem natuurlijk nog sterkte toe in deze komende tijd. Voor alle mensen die live meekijken, dank u wel dat u ingetuned bent geweest. Als u nog niet geliked hebt of geabonneerd, doe dat dan even, zodat u altijd op de hoogte bent van wanneer we live zijn. Van de hoogte bent. Kijk, ik kan niet eens meer praten. Anyway, ik wens u een hele gezegende week toe. Hou uw regio-app in de gaten voor de Summit Show. Dat zal volgens mij op donderdag zijn in verband met Hemelvaart in plaats van vrijdag. Maar voor alle informatie, hou uw regio-app in de gaten. En voor nu wens ik u een gezegende week toe en God zegen.